Ik ben Katelijn van der Zanden en ik werk als verpleegkundig specialist bij kinderen en jongeren met diabetes, met suikerziekte. CWZ doet steeds meer aan digitale zorg. Wij bieden daarbij de jongeren, kinderen en hun ouders aan om een gedeelte van de afspraken, meerdere malen per jaar hebben wij afspraken met hen, en een gedeelte van die afspraken doen we via het beeldbellen. En dat betekent dat ze niet te lange reistijd hebben, dat ze niet in de file staan en dat ze bijvoorbeeld vanuit school een plekje kunnen regelen en vanuit daar hun afspraak kunnen hebben, waardoor ze veel minder school- en werktijd verliezen. Je bent heel gefocust bezig, omdat je wel al je aandacht op het scherm moet hebben, maar het is ook heel compleet. Je hebt met elkaar de focus, je bepaalt samen waar je het over gaat hebben. En met alle digitale mogelijkheden in de diabeteszorg hebben we ook alle gegevens bij elkaar. En kunnen we een compleet consult voeren. Het enige wat niet kan is bloed prikken. Dus dat plannen we op het moment dat de patiënten wel hier zijn. Als het een afspraak is met een jong kind, dan zie je ook dat hier vervelen ze zich op een gegeven moment. En thuis kunnen ze lekker in hun eigen omgeving gaan spelen. Dus de veilige thuisomgeving is soms juist prettig. Als de patiënt hier is, dan bespreken we wat spreken we voor de volgende keer af. En wij stellen dan wel voor, vind je het goed om een beeldbelafspraak te doen? Maar altijd in overleg. Ik kan niet helemaal uitleggen waar het dan in zit, maar ik merk wel dat het gesprek veel gestructureerder loopt. En ik denk met meer aandacht, meer focus is. En daardoor ook beter lukt om op tijd te werken. Ik vind het ook wel heel gezellig als de patiënt hier is. Dus de afwisseling maakt dat het een hele fijne manier is om te doen. Goedemorgen Sophie en mama. Fijn dat jullie er zijn vandaag. En ja, vandaag even anders. We hebben dit natuurlijk al vaker gedaan, maar via beeldbellen. En ik wilde jou eens vragen, Sophie, wat vind je daarvan, zo'n beeldbelafspraak? Nou, ik vind het wel fijner in het echt, maar het is wel een goed alternatief dit. En wel fijn dat het gewoon door kan gaan online. Ja, want ik hoorde dat je soms zelfs op school een plekje zoekt, dus dat je ook maar heel weinig mist dan. Ja, klopt. Dat kan ook. En dan kan mama thuis zijn en jij op school en dan zijn jullie er toch alle twee bij. Ja, dat ja, is wel. Inderdaad. Maar het is natuurlijk wel sneller, want anders dan moet je nog helemaal naar Nijmegen rijden. En, ja, dit is wel sneller.